abonneren en reageren. Dat lijkt me een goed idee, plan. Dan zei dat er wat aan mijn kanaal was. Hallo mensen, welkom in mijn keukentje. Ik ben van Pritvi, de ene boy. Die ene boy die voor jou staat. Wij gaan vandaag een Q&A doen, daar heb ik hartstikke veel zin in natuurlijk. En we gaan gelijk beginnen en ik krijg een appje en dat vind ik niet zo leuk. Emra Jildrim zegt, wat vind je van onze kanaal PrankTV? Ja, vind ik best wel goed. Kijk allemaal naar PrankTV. Oké, Brennan van de Ploeg zegt, YouTube of de leukste baan ter wereld? YouTube, sowieso. Ik zal altijd doorgaan met YouTube. Jeffrey Klok zegt, Audi R8 of een Ferrari Spider? Audi... Nee, dan zou ik voor de Ferrari Spider gaan. Ik ga dan voor de Ferrari Spider. Nicky Oijschl... Sorry, Nicky. Ik ken je goed en ik zeg het gewoon fout. Nicky Oijschl zegt, van welke plekken waar je ooit bent geweest, naar welke plek of plaats of land zou je terug willen gaan? Naar Griekenland. Ik vind Griekenland zo fucking mooi. Dat wil je echt niet weten, weet je. Als ik naar een land wil gaan of naar een plek, dan wil ik naar Griekenland. Als je nog maar een dag te leven had om te leven en je kreeg 100 euro voor alleen die dag, wat zou je dan gaan doen? Ik denk bungee jump of zo. En als er nog eentje mag, heb je een vriendin? Ja, ik heb een vriendin. Doe een prank bij je ouders dat je iemand zwanger hebt gemaakt. Dat ga ik een video ga ik een keer doen, ja? Dat ik mijn ouders ga pranken dat ik zwanger maak. Mijn moeder kijkt toch nooit. Ze vindt het iets te grof of zo, zegt ze altijd. Larissa Satouki zegt elke dag 1000 euro of 1 keer miljoen. Ik zou dan gewoon elke dag 1000 euro doen, want dan ga je over de miljoen, snap je? Als je het niet uitgeeft. Dus elke dag 1000 euro. Emmy Desmond zegt, wanneer kunnen we fans je eens ontmoeten? Heb je een vriendin? En hoe ben je erop gekomen om met YouTube te starten? Ik kan een keer fans ontmoeten. Dat ga ik echt wel een keer doen. En hoe ik ben opgekomen om... Hoe ik eigenlijk opgekomen ben met YouTube, dat is omdat ik Milan Knol zag vroeger en dat vond ik zo super cool. Zou je, Dram Quinny YouTube zegt, zou je zomaar op iemand afstappen en zeggen je bent knap naar een vreemde? Ja, dat kan ik wel een keer doen, toch? Dat ga ik een keer doen, ja. Niet in deze video, want mensen zijn daar bezig. Lisanna Honhof zegt, QFC, date met mij. Ja, mensen, dit waren de vragen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En zeker weten, jullie zijn een stel bazen. Als jullie weer een Q&A willen, doe dan een duimpje omhoog. Bij de 30 duimpjes omhoog ga ik weer een Q&A doen. Dus doe allemaal een duimpje omhoog. Dus mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog, reageer. En ik zie jullie weer later. Abonneren en reageren. Dat lijkt me een goed idee, plan.